Nou, welkom in het museum hier in Geervliet. Dank u. Over Cornelis de Wit, toch? Over Cornelis de Wit, maar ook over Cornelis de Wit. En over het Land van Putten. Het Land van Putten, wat werd gevormd door heel wat gemeentes, heel wat dorpen eigenlijk, ja, in deze omgeving. Je had Putten over Spui, Putten over de Maas. Dat kunnen we hier mooi zien, aan de hand van alle etches. Wat behoorde er bij Katendrecht, onder andere? Katendrecht, Hoogvliet, Middelheinis, Piers Hill, Beierlanden. Dat was een behoorlijk uitgebreid gebied. Nou, Geervliet was als bestuurscentrum dus een stad. Had sinds 1380 stadsrechten gekregen. En Geervliet is eigenlijk ontstaan op een samenspel van kreekruggen en uitwateringsplaatsen in dit gebied. En aan het einde van een sluis, een soort haventje ontstaat daar. Wordt dan een groot huis gebouwd. En dat was eigenlijk het eerste huis dat hier zo'n beetje gebouwd werd. Het stadhuis van Geervliet. En daar staan we nu in. Ja. Zou je zeggen dat iedereen even een keertje naar Geervliet moet komen? Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Een beetje de middeleeuwse sfeerproeven. Ja. Ja. Dat is wel bijzonder, want het stratenplan is eigenlijk sinds de middeleeuwen gewoon niet veranderd. Nee. Dit was vroeger de haven. En hier kwam zelfs de beurtschipper, die voer op Vlaardingen. En die kon hier zelfs draaien, zo groot was het, maar dat is inmiddels verzand. En we hopen dat de gemeente Nisselwaard nog een keer het initiatief neemt om er echt een brede haven weer terug te maken. Hier. Ja? Dat hopen we. Hier stonden vroeger vloeiplanken, omdat het eb en vloed was hier. Oh, zo. Ja, en als het dan hoog water was, dan stonden hier de planken dat het water niet in het dorp kwam. Maar de kerk, ja, dat is natuurlijk onze trots. Hè. Het is natuurlijk een grote bouwwerk voor een plaatsje. Vroeger woonden hier 800-900 mensen. Ik zie al die strepen die de mensen hierin gemaakt hebben in die muur. Ja. Heb je in de pesttijd, dat er pest was, gingen ze hier, omdat het een heilig gebouw was, gingen ze dat cement eruit schrapen. En dat werd dan opgegeten. Mensen dachten toen dat het dan waarschijnlijk zou genezen. Echt waar? Ja. Dat is geen fabeltje dit. Ik vind de geschiedenis van het dorp, hè, dat het zo oud is al. En zo geschiedenis achter de rug heeft, dat boeit me ook erg. Belangrijk? Ja, vind ik zeer belangrijk.